Goeiedag. Ja, eindelijk een mooie lentedag in Nederland. Vanmiddag temperaturen rond de 17 graden in een groot deel van het land. Mooi detail hier van de bloesem in de bomen. En dit is ook zo'n mooie overzichtfoto. Dan zien we ook die bomen vol in bloei staan voor het wereldmuseum hier in Leiden. Niet alleen strakblauwe luchten waren er hoor. Laat dat ook duidelijk zijn, want er was vaak veel hoge sluierbewolking. Hier en daar werd ook zo'n mooie bijzon gezien. Zo'n regenboogje zeg maar in die hoge bewolking. Volop genieten dus vandaag. Morgen is dat toch eigenlijk alweer over, want het weerbeeld wordt weer heel anders. Dus uit Lietvo, kunnen we in ieder geval mooi die opklaringen zien waar we vandaag mee te maken hadden. En ja, die opklaringen zijn nog wel even aanwezig. Maar we zien ook de bewolking boven Groot-Brittannië liggen. En die bewolking komt dichterbij. En dat betekent dat we in de loop van de nacht ook te maken gaan krijgen met buien. Temperaturen die dalen geleidelijk aan een graad of 11. En dan vannacht een paar buien die over gaan trekken. Dat zijn niet hele zware buien. Morgen in de loop van de dag wel een aantal forse buien in het oosten, zuidoosten van het land. En dan kan er misschien ook wel hagel en onweer voor gaan komen. En zaterdag in de nacht van vrijdag op zaterdag is dan ook nog buien. Maar zaterdag zelf ziet er wat beter uit. Kan ik u nog beter laten zien op deze weerkaarten. We gaan weer even terug naar donderdagmiddag. Dan is het aardig weer met die sluierbewolking. Dit zijn de buien die Nacht over gaan trekken. Daarachter, dus die pittige buien die vrijdagmiddag over het land trekken met hagel en onweer. In de avond ook nog wel een paar buien, maar dan een uitloper van een hoge drukgebied. En daar profiteren we precies op zaterdag van. Dat zorgt ervoor dat zaterdag een hele aardige dag gaat worden. Zondag daarentegen komt er weer een nieuwe regenstoring vanuit het westen opzetten. En dat betekent dat de paraplu weer nodig zal zijn. Nou, vanavond is het nog redelijk rustig weer met wolkenvelden en opklaringen. Later in de avond neemt de bewolking toe en misschien al de eerste buien in het westen van het land. In de nacht zullen er nog wat meer buien vallen. Temperatuur tussen de 11 en 13 graden. We kunnen niet zeggen dat het koud is. Morgen overdag ook buien. Vooral in de middag en begin vanavond een paar forse buien in het oosten, zuidoosten van het land. Met kans ook op hagel en onweer. Temperatuur loopt even goed wel op naar zo'n 13 tot 15 graden. Staat morgen overigens wel meer wind dan vandaag. Matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Ja, dan die zaterdag die ziet er echt wel wat beter uit, maar let op die temperatuur, die is duidelijk minder hoog. Dat komt omdat er een noordwestenwind opsteekt en die is af en toe best wel fris. En zondag dan passeert de regenstoring, is er weer sprake van enige tijd regen. En dan begin volgende week, ja, dan blijft het eigenlijk toch wel wat wisselend weer, soms een droge dag, soms een natte dag, met temperaturen over het algemeen zo rond de 13 graden. Nog een fijne dag.